Dit is Lindsay. Lindsay organiseert de bruiloft van haar zus Sharon en Mark. En ze zet alles op alles om het de mooiste dag van hun leven te maken. Ja, ik wil even over de bruiloft. En daarbij hebben we nodig de roze loper, de roze-witte ballonnen. Nou, oké, was even een check. Nou, dankjewel. En de hele familie Liem helpt haar mee. Hallo? Kan jij die ringen ophalen? Ja, ik ga nu de trouwringen van Sharon en Mark ophalen. Wees er voorzichtig mee, want het zijn geen goedkope dingen. Hey, even vraag. Jij zou die taart opregelen, hè? Ik heb alles gehaald. Ik heb de taart gehaald, ik heb het brood gehaald, de tafellakens. Oké, thanks. Ik kom er zo aan. Maar wat moet je doen als echt alles misgaat? Ja, ik ben er bijna. Ik kom eraan. Ik heb de jurk bij me. Of als familieleden wel hele bijzondere kostuums willen aantrekken. Weet je al wat we gaan aandoen op de bruiloft van Sharon en Mark? Geen idee. Gelukkig kan je op sommige familieleden wel altijd rekenen. Oh shit! Ja, goed zo, Ram, goed zo. Pak hem, pak hem. Nee, shit! Of juist niet. Nee, wat doe je nou? Opgegeten? Wat? Gelukkig kan je altijd nog op je ouders bouwen. Jij zorgt voor die speech, hè? Lieve familie en vrienden. Oh, lieve Sharon. En Mark. Stop niet, hè. En niet op de neef met de bruidstaart. Ja. Nee, ja, en de boodschap liggen er en de taart. Kutte taart! Oh, wat erg. Hij heeft het ringetje opgegeten. Ja, daar zit er maar één ding op. Ga even poepen. Kom maar. Goed zo. Romeo, ga poepen. Nu. Nu moet je echt poepen. Poepen, poepen, poepen. Waar kan je nog op rekenen als zelfs zoiets simpels als een spekhoek voor het feest dreigt te mislukken? En vooral vanavond veel plezier toegewenst met behulp van... Shit! Ooh.